We drinken ruim 3 koppen koffie per dag, een kleine 150 liter per jaar. En hoe zet je die thuis nou het groenst? Espresso- en petmachines verbruiken de meeste energie. Die staan vaak de hele dag aan om op elk moment een perfecte kop koffie te kunnen maken. Maar daar komt snel een einde aan. Apparaten die na 1 januari 2015 zijn gemaakt, schakelen na 40 minuten automatisch uit. En dat bespaart al gauw 100 kilowattuur per jaar. Dat is net zoveel energie als 200 keer een magnetronmaaltijd opwarmen. Moderne snelfilterapparaten schakelen zichzelf inmiddels ook uit. Het nadeel van deze ouderwetse apparaten is dat je al snel te veel koffie maakt. 30% verdwijnt in de gootsteen. En weggooien, ja, dat is pas echt een groene zonde. Van de afdeling niet-elektrisch kost een percolatorpotje op het gas de meeste energie. Dat komt omdat de gaspit vaak groter is dan het potje en er dus warmte langs het apparaat verloren gaat. Zorg dus dat de vlammen onder de percolator blijven. Het allerzuinigste bakkie zet je met een cafetière, als je tenminste de juiste hoeveelheid water kookt. Het espressoapparaat met cupjes levert een berg afval op. De cups moet je dus recyclen en teruggeven aan de fabrikant. De productie van de cups zorgt voor ruim 3 keer zoveel CO2-uitstoot als snelfilterkoffie. En dat komt door de verpakking. Een oude filter kan bij het GFT-afval, maar let op, pets niet. In het omhulsel zit kunststof en dat hoort bij het restafval.